Het schoolvervoer is komende maandag wel gegarandeerd. Dat verzekert secretaris Rajesh Kumar Ori van de organisatie van bus- en boothouders in Suriname, OBS, tegenover onze nieuwsdienst. Vandaag hielden de bushouders een prikactie. De organisatie onderhandelt namelijk over tariefsaanpassingen met minister Jeremy Randa van Openbare Werken, Transport en Communicatie. De prikactie moet erin resulteren dat de onderhandelingen gauw eindigen in een goede afspraak, vooral omdat de OBS al 2 jaren wacht op een tariefsaanpassing, zegt Ori. Dus de minister is willing. Met minister Miranda is altijd leuk om te praten. Hij is ook een vrolijk mens. En we hebben gesproken, hij heeft ook een bod gedaan. Hij heeft ook over andere dingen gesproken. Maar het bod was te laag voor ons om dat te accepteren. We hebben dat duidelijk gemaakt. We hebben het ook gesproken over het opschonen van het bestand. We hebben gezegd, alle medewerking daaraan. Want mensen die niet presteren, kan je niet betalen. Dus dat hebben we ook aangegeven. En alleen, hekelpunt op dit moment is de verhoging. De organisatie wil een tariefsverhoging van 136%. Tijdens de onderhandelingen heeft de minister een lager bod gedaan. Ori wil echter niet zeggen wat het bod van het ministerie is. Nee, we gaan niet praten over de details. Dat heb ik ook niet gezegd aan geen enkel medium. Zodra het is afgerond, dan hoor je dat wel wat het is geworden. Wat gaat er dan maandag dan gebeuren? Dus er is een prikactie alleen voor vandaag om de overheid extra te prikkelen. Dat ze haast maken met de onderhandelingen om het af te ronden. Maandag is er dus normaal vervoer? Normaal maandag rijden de schoolbussen normaal, schoolboten ook. De staatsbussen en staatsboten die rijden morgen weer normaal. Dus die actie was alleen voor vandaag. Alus Rajesh Kumar Ori, secretaris van de organisatie van bus- en boothouders in Suriname OBS, over de prikactie die vandaag is gehouden. De organisatie onderhoudt landelijk 800 trajecten. Zeker 20.000 leerlingen en leerkrachten zijn dagelijks afhankelijk van het schoolvervoer.